De drijfveer wordt ingegeven door de reacties van de mensen die hier op bezoek komen. En de betekenis die ik hoe kort dan ook toch voor ze kan hebben. Al was het maar een luisterend oor. De vragen die je gewoon als mens stelt, die vind je hier in de verhalen, de filmpjes, de geluidsbanden, de brieven. Dus de persoonlijke verhalen van mensen vind je hier terug. Als er iemand binnenkomt, iemand die kind was in de oorlog, geëmigreerd is naar Canada, daar getrouwd is geraakt, maar behoefte heeft om zijn voorgeschiedenis, zijn jeugd en de hele ballast van de oorlog ook aan haar te laten zien. En na uren en uren weer terugkomt en mij vertelt hoe verschrikkelijk in de war die is, omdat die bij het afdeling Indonesië, daar loop je doorheen, door een soort kronkelgangetje. En dan kom je uiteindelijk bij een hele grote foto terecht. Hij zegt, de eerste vrouw die ik daar zie staan, dat blijkt mijn moeder te zijn. En dat vind ik zo iets aangrijpends, dat elke keer als ik het museum open of weer sluit, dan kan ik er niet zomaar aan voorbij lopen. Het Veefonds is een onmisbare factor voor het bestaan van het museum. En het blijkt ook van onmisbare waarde voor de uitbouw van het museum, namelijk het kindermuseum.